Ik zie een laag bord en ik zie een hoog bord. Maar wie gaat op wat gooien? Normaal zou ik op het lage bord gooien. Maar we gaan het misschien een keertje omdraaien. Deal, doen we dat, ja? Dat is goed. Heel lastig. Ik wil op die hoogte gooien waar je normaal nooit... Ik ben zo gewend om een bepaalde hoogte te gooien natuurlijk. Daar trainen wij op, daar doen we dingen voor. En hij is natuurlijk gewend om een stuk lager te gooien. Ook zonder neer op een dubbel. Het dak heeft mij zelfs een beetje geholpen om weer een beetje te kunnen staan. En een beetje te kunnen lopen. Omdat je met darten ben je met het dak bezig. En je lichaam kan veel meer herstellen als dat je zelf de aansturing zou moeten geven voor te stellen. Dat baalt die bot. Hoe is dat om tegen Raymond van Barneveld te gooien? Ik vind het juist een hele eer tegen Raymond te gooien. Ja. Maak ik je nu een beetje nerveus? Nee hoor, zeker niet. Ja! Fantastisch. Ja, Raymond. Ik had hem natuurlijk al even in zien gooien, maar dit zijn waanzinnige leks. Daar hou ik geen rekening mee. Hè? Gefeliciteerd. Dankjewel. Even niet om het een of ander, maar jij wint gewoon net een lek van Raymond van Barneveld op dubbel 8. Hij stond naar 9 pijlen op 107. En hij miste 107 met zijn laatste pijl. Ja, dat is gewoon hoog level. Weet je, dat is gewoon level Premier League. Ja, heb ik dat man. Tegen hun te gooien van eer, gewoon gaaf, kicken. There's probably a lot of people out there that feel less sort of like they can't, but this is going to definitely help that and support it and bring it on. I reckon it's going to be it'll get bigger and bigger in the next few years. Ongelooflijk, hè? Maar zo zie je maar wel weer, wat je mankeert. Hij wordt gewoon fantastisch. Dat je ook wel kan bereiken en dat laat hij zien. Cliff, de droom was al uitgekomen toen je van Raymond een lek won. Dat klopt. Hoe staat het er nu voor? Nou, de droom gaat nog even verder. Ja, fenomenaal vind ik dit. Dit vind ik echt gewoon klasse.